Hallo en welkom bij mijn allereerste video. Ik moet wel zeggen dat ik dit erg moeilijk vind. Moeilijker dan voor een zaal staan of een cursus te geven. Maar goed, wie A zegt moet natuurlijk ook B zeggen. Ik heb jullie beloofd om iets te vertellen over dromen. Droomuitleg, symboliek, dat soort zaken. Is iets wat weinig mensen doen. Dus ik voel me een beetje geroepen om daar een aanvulling aan te geven. Zo heb ik jullie gevraagd om... Mochten jullie dromen hebben om die in te sturen. Ik heb er dus enkele gehad. En er is inderdaad heel positief gereageerd. Dus vandaar. Zo heb ik ook een droom gehad van Stefan. Stefan ken ik wel van de beurzen. En Stefan die meldde mij van ik heb een droom gehad dat ik naar een winkel ga. En een winkel betekent dat je er iets gaat halen wat je nodig hebt. Mocht het nou bijvoorbeeld een winkel zijn met voeding, dan is het meestal geestelijke voeding. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. En met deze winkel, die heeft te maken met kleren. Nou, heel duidelijk uitleg qua symboliek. Kleren maken de man. Het gaat een beetje om het aanzien. Het gaat om hoe zie je eruit, hoe kom je over. Echter, deze kleren, of althans deze winkel, er waren kleren, maar die waren peperduur. Dus met andere woorden, het ging om blouses, hemdjes. En eigenlijk ook voor niet geïnteresseerden, want Stefan houdt niet zo van mode, tenminste houdt niet zo van mode. Hij geeft er niet zoveel om. Maar voor andere mensen ligt het natuurlijk anders. Wat hem vooral opviel was natuurlijk de blauwe en de gele kleding. En blauw staat natuurlijk in de symbolische kant voor het communiceren. Het communiceren met anderen. Blauw staat voor communiceren, punt. En geel staat natuurlijk voor je geestelijke kracht. Dus die twee moet je dus vermengen. Dus met andere woorden, ik wil graag beter communiceren. Ik wil graag met een stukje overtuiging communiceren. Dan heb ik mijn geestelijke kracht benodigd. Dus het gaat eigenlijk om een stukje... meerwaarde voor jezelf, in ieder geval iets waar je je beter bij wil voelen of in ieder geval beter zou willen kunnen. Dus dat waren de twee kleuren die hem vooral opvielen. Dus daar is hij naar op zoek, zeg maar. Alleen deze blouses en hemden waren voor hem veel en veel te duur. Ik benoem even wat. Hij zou best wel eens bereid kunnen zijn om 250 euro voor een kledingstuk te betalen, maar deze kledingstukken waren 800 en meer, met andere woorden. Dat is dus een veel en veel te vuur, veel en veel te duur. En hij zoekt eigenlijk naar iets wat hem niet zoveel kost, zeg maar waar hij wel veel baat aan heeft. Op deze kleren stond ook al een nummer, zoiets als 7 of 10. En hoe hoger het getal was, hoe hoger ook de prijs. Dat is natuurlijk in feite, is dat zo, die cijfers die betekenen van hoe hoger je komt... hoe meer je ook zou kunnen vragen, daar gaat het een beetje om. Dus ik heb een beetje het gevoel, Stefan, dat jij bezig bent om jezelf te verbeteren, om te zoeken. Misschien wil je een andere studierichting op of wil je misschien een iets nieuws erbij leren, zodat je misschien op geestelijks gebied, zodat je in ieder geval beter overkomt en dat je beter op een gegeven moment bepaalde dingen kan verwoorden. Hij had er geen speciaal gevoel bij die kleren of zo. En natuurlijk, chic zijn is hartstikke leuk. Nou moet ik wel zeggen, als we het even letterlijk gaan nemen, hoe beter je eruit ziet, hoe beter ook mensen op je reageren. Dat heb ik zelf in het verleden wel eens meegemaakt. Ik ben wel eens bij V&D geweest in mijn normale kleding, toen werd ik niet geholpen. En kom je aan met een pak aan, omdat ik vroeger in feite ook in pak werkte, dan plotseling staan er allemaal mensen, zijn dan bezig om jou te helpen. Dus dat is wel een raar fenomeen. Dus met andere woorden, wat ik tegen Stefan ook wil zeggen van... hoe beter je eruit ziet, soms misschien een beetje overdam, maar mensen reageren er wel beter op. Zeker heel belangrijk in sollicitatiegesprekjes of hoe je in feite overkomt. Dat was een beetje globaal de droom van Stefan. Dus, en als ik dus inderdaad bij Stefan zelf even verder ga kijken, een beetje als grapje natuurlijk. En ik ga kijken van, joh, wat krijg ik nou verder bij jou? Dan eigenlijk... Het volgende wat ik bij je krijg is dat je eigenlijk de zaak verankeren wil. Ik heb te maken met een scheepsanker, dat houdt dan eigenlijk in. Ik wil me vasthouden aan mijn gevoel, ik wil niet verder afglijden. Dat is voor jou van belangrijk. Maar je weet ook wel, want ik krijg ook een vlieger bij te zien. Dat betekent dat die voortbewogen wordt door de wind. Wat een energie is wat je niet kan zien, maar wel kan voelen. Dat is bij jou ook het geval.
Dus jij wordt wel heel duidelijk aan allerlei kanten opgeblazen om dingen te doen die je moet doen. Op zich is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. En ik heb te maken dat voor jou vooral het gevoelswereld erg belangrijk is. Want ik krijg ook een fontein bij. Dat kan ook betekenen dat je gevoelswereld gewoon heel goed in elkaar zit momenteel. En dat wil je graag behouden. Maar probeer wel in ieder geval het avontuur aan te gaan om nieuwe dingen te leren. Dat wil ik ook wel tegen je zeggen. Dan heb ik nog een droom eigenlijk. En deze droom is maar een heel korte droom, maar een hele korte vraag eigenlijk. Want de bedoeling is, als je een droom instuurt of mij laat weten, dan wil ik hem ook wel zo graag gedetailleerd mogelijk zien. Omdat er natuurlijk heel veel daar zaken aan verbonden kan worden. Ik heb hier nog een droom van Chantal. Chantal die moet een beetje lachen over deze droom. Want ze zegt van, joh, in deze droom ben ik zwanger. En ik ga een huis kopen met mijn vriend. Nou, in principe staat een huis sowieso voor jezelf. En een baby krijgen hoeft niet letterlijk en figuurlijk een baby te zijn. Maar dat kan ook betekenen dat er dus een nieuw begin bij je is. Hè? Nieuw iets horen. En je gaat samen met je vriend een huis kopen. Dat zou kunnen betekenen dat je steeds dichter bij elkaar gaat komen. En dat het eigenlijk deze relatie in ieder geval wel een veel betere relatie gaat worden. En zo zie je dat dromen gewoon hartstikke leuk zijn. Ik heb nog een soort met de droom om je in ieder geval beter te laten begrijpen hoe het een beetje werkt. Ik zal je even deze droom vertellen zonder dat ik er uitleg aan geef. En later kom ik terug op deze uitleg. En deze gebruik ik heel vaak. In deze droom droomt iemand dat hij een schip ziet. En op het schip staan natuurlijk een hele hoop mensen. Zitten daar op het schip. En er is één vrouw die moet eigenlijk naar de wc. Die moet eigenlijk een grote boodschap doen. Maar ja, iedereen zit toe te kijken. En dat wordt natuurlijk heel erg lastig. Op een gegeven moment heeft ze zoiets van, ja, je kan met z'n allen de pot op. Ik doe dat toch. Dus die gaat het doen. Als ze dat gedaan heeft, dan staat ze in één keer in feite met aan de wal. En ze staat in volledig in het gras. Het is voorjaar. De bloemetjes bloeien heel erg leuk. Er komt een hond aangelopen die begroet haar. En mensen zijn heel erg blij met hetgeen wat ze bereikt hebben. Nou, even de uitleg ervan. Water, schip, is gevoel. Dus het gaat om gevoelszaken. Een schip gaat ook van A naar B. Dus dat heeft te maken met een tijdsbestek. En in dat tijdsbestek, die vrouw die moet inderdaad, die staat aan boord van dat schip. En die moet iets loslaten van iets wat niet bij daar hoort. Dat kan bijvoorbeeld zijn een relatie. Het kan zijn een afscheid nemen van iets of dingen loslaten. Mensen kunnen ook heel moeilijk dingen loslaten, maar daar gaat het in feite om. En er staan wel mensen te kijken, maar die kunnen haar niet helpen. Ze moeten het toch zelf doen. En als ze dat eenmaal gedaan heeft, dan wordt het inderdaad weer voorjaar bij haar. Met andere woorden, er komen nieuwe dingen aan, groeimogelijkheden. En de hond staat natuurlijk sowieso voor trouw zijn aan jezelf. En omdat ze dat gedaan heeft, in dit geval was deze vrouw, die moest van een relatie af. En iedereen is dan eigenlijk blij voor hetgeen wat ze tot nu toe bereikt heeft. Dus dat is alleen maar goed. Zo kunnen dromen dus ook zijn. En dit is in ieder geval maar even een voorproefje, zeg maar, op de dingen die ik eigenlijk van plan ben. Daarnaast kan ik jullie ook vertellen dat ik van plan ben om, zeg maar, nog andere zaken uit te diepen. Zoals, hoe werken energieën nou? Wat is eigenlijk hoogsensitiviteit? We doen ook een stukje over burn-out, van wat er precies gebeurt eigenlijk. We kunnen ook een keertje gewoon waarnemingen doen voor mensen. In ieder geval plannen genoeg en mochten jullie ideeën hebben, laat me dat weten. En ik probeer in ieder geval onder deze video's genoeg links te geven om mij te kunnen bereiken. En dan wou ik zeggen van hoop ik weer tot de volgende keer. Groetjes.